Dat zijn Britse 25 ponders, drie zandgranaten. En die werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om op lange afstanden te verschieten. Om vervolgens veel schade aan te richten. Dus echt uit elkaar te klappen en heel veel scherfwerking te veroorzaken. Waardoor ja, veel gewonden konden ontstaan of schade aan materieel. Nee, niet aan. Terug. Zeker deze klap. Ja. Heel zeer vriendelijk. Kun je nog even kijken? Yes. Op gelet. 3, 2, 1.